Het kost de staat 370 miljoen SRD extra aan uitgaven op jaarbasis om de sociale opvangmaatregelen in het werk te stellen. Financiënminister Armand Achai-Bersing reageerde donderdag tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée op vragen van assembleeleden over de realisatie van de regering over het afgelopen dienstjaar. Voorzitter, er zijn door verschillende leden van uw geacht college vragen gesteld over de sociale opvangmaatregelen. Het lijkt me goed om u een beeld te geven van wat er in het afgelopen jaar gedaan is. En ik heb de president ook horen zeggen dat het misschien niet voldoende is. Dat beseffen we. Maar onder de gegeven omstandigheden kunnen we ook niet alles opvangen. Maar we proberen zoveel als mogelijk zaken op te vangen, voorzitter. Schoolvervoer, voorzitter, is een bedrag van 80 miljoen voor vrijgemaakt. Schoolvervoer voor scholieren en studenten. Babyvoeding, voorzitter, is een bedrag van 87 miljoen voor vrijgemaakt. En wij schatten in dat hier ongeveer 5000 baby's mee geholpen zullen worden. Achai-Bersing zegt verder dat er tal van aanpassingen zijn gepleegd om het volk tegemoet te komen. Zwakke huishoudens zijn de grootste voordeeltrekkers. Bepaalde bedragen zijn misschien niet voldoende, maar daar zal in de toekomst op worden ingespeeld, omdat een verhoging nu niet haalbaar is. Achai-Bersing zegt dat er ook wordt ingespeeld op armoedebestrijding. De COVID-steun is daar duidelijk bekrachtiging van.